Aanstormend talent Christian Hof, Earthwater-organisator Henk Witteveen en hulpzint Fred Lunenberg. Mijn naam is Elle Overgoor en dit is Grand Café MIC. Goedemorgen. Zoals u misschien achter mij ziet, hebben wij van kunstenaar Emiel Kruutseman, die in de vorige aflevering te gast was, een prachtig meesterwerk gekregen. Emiel, bedankt. En de gasten van vandaag. Hij schreef en produceerde eerder al voor onder andere Jim en Ellen Clark. En sinds eergisteren staat hij nu ook op de nummer 1 positie in de TMF NL Top 10. Mijn collega Marcia praat op de muziekbank met Christian Hof. Is hij het nieuwe talent van 2010? En op 18 april verruilen onder andere Marianne van Reden en Lieke van Lexmond de spotlights voor de hardloopschoenen. Zij rennen mee in de Run for Water. Dit is een onderdeel van het event Earth Water. En Henk Witteveen vertelt ons hier straks meer over. Maar nu eerst de spraakmakende film Sint van Dick Maas. Deze film heeft al veel stof doen opwaaien en de opnames zijn al in volle gang. Onze goedheilige man die is deze keer niet een vrolijke kindervriend, maar hij wordt neergezet als een verkrachtende kinderslachter. Laten we even gaan kijken naar een stukje van de opnames. Welkom, meneer Lunenberg. Wat vindt u er nou van dat zo'n film gemaakt wordt? Schokkend. Ik vind het jammer dat ze een sprookje zo verkrachten, zou ik maar zeggen. Want het is een kindersprookje en daar moet je afblijven. En wat ze nu doen, is het heel ziek maken. Want u bent voorzitter van het Sint-Nicolaas-genootschap. Ja. Kunt u misschien kort uitleggen wat het is? Het Sint-Nicolaas-genootschap zijn heel veel mensen, zowel in Vlaanderen als in Nederland. Die allemaal dezelfde rare passie hebben, tenminste rare passie, allemaal gek van Sinterklaas zijn. En dat kan zijn de geschiedenis, maar dat kan ook zijn dat ze praktiserend Sint of Piet zijn. De hulp Sint, Piet, Sint kan het niet allemaal aan. En dus daar houden we ons mee bezig. Want u bent zelf ook hulp Sint? Ja, ik mag ook Sint af en toe helpen. Ja, ik heb een paar beelden van hoe Sinterklaas wordt neergezet in deze film van Dick Maas. Daar kunt u ze zien. Wat vindt u van deze beelden? Wat doet het met u? Het is de geschiedenisplaatjes van Wodan, de dondergod, zou ik maar zeggen, waar die nu op afgeschilderd wordt. Ik vind het een zielige vertoning. Ik vind, de mensen hebben juist zoveel behoefte aan gezelligheid en aan leuke dingen. En je hoeft de televisie er maar op aan te zetten of de krant erop na te slaan. En je ziet genoeg ellende om je heen. Mensen proberen altijd te imiteren. En ik vind dat ze nu Sinterklaas zo neerzetten als een kinderverkrachter en een moordenaar. Ja, dat vind ik zielig. Ja, want we vroegen het ook eventjes op straat wat de mensen nou van deze film vonden. Laten we even gaan kijken. Ik kan me voorstellen dat dat even schrikken is voor bepaalde kinderen, voor de allerkleinste. Aan de andere kant is het ook wel zo dat wat we in de huidige media zien, dat is ook vrij veel geweld. Zoals in tekenfilms die ze gewoon kijken op Nickelodeon. Het is natuurlijk nieuw, dat heeft nog nooit iemand denk ik gedaan. En dat is wel weer een nieuwe kans, dus ik kan het ook van zijn kant wel begrijpen. De hele lieve Sinterklaas, maar ook de andere kant ervan. En ik vind het eigenlijk wel leuk, provocerend. Zoiets had ik nog nooit gedacht, dat er Sinterklaas een bad guy zou spelen. Dus ik vind het wel vet. Ja, dat op zich vind ik eigenlijk ook wel. Ik bedoel, het is wel gruwelijk natuurlijk. Zo iemand, zo'n lieve man als Sinterklaas zo gruwelijk wordt, ja. Dat is wel vette shit natuurlijk. Maar jullie zijn dus wel nieuwsgierig geworden naar de film? Ja. Ik ga beslist kijken. Heet je? Sint, en hij komt 5 december, komt hij dus in de bioscopen, dus rond de Sinterklaastijd. Niet op de tv, hè, dat al die kinderen meteen weer bang zijn. Niet op tv, maar in de bioscopen. Ja, wat vindt u van deze reacties? Ja, ik vind het jammer dat Nederland al zo ver afgegleid is dat we dus zulke films leuk gaan vinden. En dat ze dan zeggen dat is een nieuwe kans, die moeten we grijpen. Ik vind het jammer. We hebben al zoveel ellende op televisie en dat zeggen ze zelf al. Je hoeft de televisie maar open aan te doen. Nou, we zijn er dus zo mee gewoon geworden dat dit
ja, schijnbaar de nieuwe trend wordt. Ja, want een van de jongens die zegt dat creativiteit juist gestimuleerd moet worden. Hoe kijkt u daar tegenop? Want het is weer een nieuwe... Ik vind dat je, natuurlijk, we moeten met de tijd meegaan. Maar ik vind op een gegeven moment moet je wel uitkijken dat je niet alleen maar heel veel ellende en heel veel terreur en allerlei troep om je heen ziet. Waardoor je de leuke dingen gaat vergeten. Ik vind dat zonde. Waarom kunnen we geen gezellige avond meer creëren en moet het alleen maar tegenwoordig computerspelen zijn die zo echt zijn dat bijna de Russen binnenkomen stampen? En waarom moeten we nou alleen maar ellende om ons heen blijven zien? En moeten we alleen Koninginnedag op een gegeven moment omhoog douwen dat we zeggen nu kunnen we lol maken op straat, nu kunnen we feest maken en nu zijn we met z'n allen gezellig. Ik vind het in en in triest. Ja, want de film is wel voor 16+, dus in principe de kleine kinderen krijgen er niks van mee. Nee, dat zeggen ze, maar straks komt hij op DVD uit en dan kan iedereen hem draaien die wil. En als ik nu al kijk naar oudere mensen, vaak als je daarmee praat, dan zeggen ze, goh, vroeger heeft Zwarte Piet met mij iets gedaan, hebben we aan het schrikken gemaakt. En die zijn voor hun leven getraumatiseerd om die dingen. En dan ga je zoiets uitbrengen. Ik vind, jongens, we gaan met z'n allen naar de Efteling omdat het één groot sprookje is. En laten we Sinterklaas ook een sprookje houden. Maar met andere horrorfilms, kinderen komen ook die reclameposten, die DVD's tegen? Ja, moet je dat, ik vraag me af, is dat echt voor kinderen dat je kind daaraan wil blootstellen? Als je tegenwoordig ziet wat mensen allemaal bij elkaar doen en wat gewoon is geworden. Doe de krant maar open, je kan die een tunnel in en dan wordt er gezegd, ja, je moet die tunnel maar niet meer in. Dan denk ik, jongens, we zijn toch niet zo ver afgezakt dat we om moeten gaan lopen omdat we ergens niet meer in kunnen. En met dit bevorder je dat. Dus u denkt wel dat de ouders straks gewoon echt moeten inspringen? Als die op DVD uitkomt, want dat gaat hij natuurlijk... Nou, ik vind niet kijken. Dan laat je duidelijk blijken aan Dick dat hij ernaast zit. Maar ja, iedereen is toch denk ik wel een beetje nieuwsgierig. Nou, dus zijn we allemaal zo verziekt aan het worden dat we allemaal gaan kijken omdat we het nieuwsgierig vinden. Dus je moet een keer durven zeggen met z'n allen nee. En wel, hoe kijkt u dan aan tegen bijvoorbeeld de liedjes die de kinderen zelf verdraaien? Want je hebt natuurlijk ook de gewone Sinterklaasliedjes. En... Ja, maar wat is verdraaien? Als ze zeggen, die ouwe zit op de pot... Nou, ik vind, je hebt ook ondeugende dingen. En daar moet je doorheen kijken. Maar, en ik vind, dat moet ik ook heel eerlijk zeggen, er zijn juist steeds meer groepen, zangers. En misschien doe jij straks ook nog eens een keer een Sinterklaaslied maken. Nou, dan kijken we rijkhalsend naar uit. Maar, nee, die het juist hartstikke leuk oppakken. Je ziet steeds meer op televisie leuke dingen. En dat vind ik dit jammer. Een smet op de televisie, dat ze dit nu, of op de film, dat ze dit nu zo gaan maken. Want u gaat absoluut niet zelf kijken? Absoluut niet.